Goedemorgen, Jan Vaassen. Goedemorgen, Maria. Het wordt anders dan de vorige serie. Dat is me wel duidelijk. Maar vertel wat je wilt. Ja, dat is in ieder geval een andere titel, een ander onderwerp. Ik heb het nu genoemd Revolutie of Evolutie na corona, over zinweging en zingeving. Ja. Maar weet je, ik ben gewoon heel benieuwd naar, jeetje, waar staan wij nu? Weet je, waar sta jij nu? Hoe kijk je nu naar wat er gaande is? Wat zie jij? Gebeurt heel veel. En voor mij wordt Jan Rotman zijn boek Verandering van tijdperk of kantelmoment en zo, wordt op dit moment een beetje realiteit. Ik heb het gevoel dat we in een soort overgang zitten naar een hele andere periode. Waarin het westers denken wordt aangepast. In ieder geval haal ik dat uit de filosofie, ik haal het uit de theologie. Ik lees het overal in die zin dat de logica die wij in de moderne tijd hebben gehad, die voldoet niet meer. Dat zie je ook in de kwantumtheorie, in de kwantumfysica en zo. Er komen andere soorten logica's komen daar naar boven. Het is niet de logica die we tot nu toe hebben gehad in het westerse denken. Voldoet niet om de realiteit, de werkelijkheid in atomen en zo volop te beschrijven helemaal. Je hebt wat meer nodig. En wat ik op dit moment zie gebeuren, is dat er heel veel wordt teruggegrepen op de oude veilige, tussen aanhalingstekens, patronen. Wat zijn die dan, Jan? Wat zijn dat voor patronen? De economie, de politiek, religieuze patronen. Alles wat ons tot nu toe zekerheid heeft gegeven. En wat ik zie in de corona is wereldwijd een enorme drive om alles te controleren. Om de systemen te sluiten. In plaats van te openen. En als je het systeem sluit, ja, dan verdwijnt liefdevolle energie, verdwijnt verbinding en dan doe je de werkelijkheid, voor mijn gevoel, tekort. En dat is voor mij het spannende van deze tijd. Wat gaat nou winnen? De open visie naar de toekomst toe, waarin dat allemaal met elkaar verbonden kan worden. En ook culturen met elkaar verbonden kunnen worden. Wetenschappelijke disciplines, filosofie, theologie, fysica, ga ze maar door. Of dat we de zaak weer helemaal opsluiten. En ja, dan krijg je toch wel een hoop strijd en narigheid. Dat sluiten van die systemen gebeurt uit angst. Terwijl als je je opent naar open systemen en een nieuwe werkelijkheid, waarin wereldwijd ook culturen elkaar gaan verrijken in plaats van elkaar de hersens inslaan, ja, dat gebeurt op basis van vertrouwen. En niet meer dat verlangen van totale rationele controle. En daar hoop ik op. En wat ik het spannende vind van deze tijd, van welke kant gaat het op? Duiken we in de angst of gaan we voor het vertrouwen? Gaan we voor de controle of gaan we voor de liefdevolle verbinding waar je nooit helemaal zeker van bent? Maar wat wel heel diep een gevoel geeft van betekenis of zo, van zin, nou, dat soort dingen. En als we het dan hebben over revolutie of evolutie na corona, hè? Wat is dan wat die titel bij jou oproept? Nou, de revolutie roept bij mij op weer de hang naar het oude vertrouwde en de systemen sluiten en gaan bevechten. Dat zie je eigenlijk in alle revoluties, met een hoop geweld. Maar hoe meer je ergens tegen strijdt, hoe meer je waar je tegen strijdt binnenhaalt in jezelf. Dus wat verandert er eigenlijk met een revolutie? Ja, aan de oppervlakte van alles, maar diep van binnen niet.
En ik ga veel liever voor de evolutie. Waarin systemen zich openen. En een nieuwe werkelijkheid kan ontstaan. En op vaak mysterieuze manieren. Maar als je die mysterieuze energie ook toestaat, dan kan er ook nieuwe werkelijkheid ontstaan. Langzaamaan, geleidelijk, in een evolutionair proces. Maar ja, daar zit mijn hoop. Ja. En als je dan, want ik zit dan te denken, want dat vind ik best wel een lastige. Er is nou die minister De Jong, die probeert nu een wetvoorstel doorheen te douwen. Die hem veel meer slagkracht geeft, zeg maar. Als we daar nu tegen zijn en eigenlijk zeggen van, goh, dat is niet wat we willen. Zijn we dan, doen we dan aan revolutie of evolutie? Voor mij zit dat meer in de sfeer van de controle. En dus de revolutie. En ik zou dan zeggen, noodwet. Nood breekt wetten. Ja, waar kom je dan in terecht? Dan zou ik zeggen, maak wetgeving waarin je mensen serieus neemt. En waarin je ze de keus laat, doe je mee of niet. En dan ga je alweer meer richting evolutie. Ja, oké, maar dit is eigenlijk tegenovergesteld. We hadden een noodwet en om meer slagkracht te krijgen, maken ze daar nu een wet van. Ja, ja. Dus ja. En dan zeg je, dan zegt, dat is natuurlijk, dan gaat het, als je het dan hebt over controle, dan zijn we bezig om daar controle over te krijgen, of hij. Ja. Voor mij valt dat ook onder revolutie, maar stel dat we dat nu niet doen. Ik denk niet dat het zo doorheen komt, hoor. Denk ik niet, want dan moet je weer zoveel lagen door. Dan hoop ik dat iemand opstaat en zegt, dat gaan we niet doen. Ja. Maar ik denk wel eens van, goh, weet je, ik onderteken wel zo'n petitie, maar ik ga er niet op de barricade voor staan. Maar ik vind eigenlijk wel dat die niet moet, weet je. Dus weet, dat is ook lastig, maar weet je. Kijk, als je een noodwet gaat bombarderen tot een echte wet, dan, dan ben je bezig de tijd na corona het nieuwe normaal te noemen. 1,5 meter afstand en wat er niet allemaal aan maatregelen zijn. Ja. Terwijl voor mij is het tijdelijk abnormaal. Ja, voor mij. En voor tijdelijk abnormaal hoef ik geen noodwet tot wet te bombarderen. Want als dat gebeurt, dan heeft de politiek gewoon veel te veel controle. En dan kun je gaan afvragen, wat is democratie dan nog? Ja. Ja. Als je dus vecht tegen het systeem, dan word je daar eigenlijk onderdeel van. Want je bent daar zo mee bezig dat je ook aan het controleren bent. Hè? Mm-hmm. Ja. Je wil daar ook... Hoe werkt dat? Volgens jou? Ja, volgens mij werkt dat op een aantal manieren. En het is in de eerste plaats niet spectaculair. Het is in de eerste plaats is het zelfonderzoek, zelfbewustzijn. Hoe werkt dit allemaal bij mij? Zijn mijn systemen zo open? Hoe zit mijn chakrasysteem in elkaar? Hoe ben ik op de wereld gezet? Hoe heb ik mij ontwikkeld? Hoe heb ik zelfrespect, eigenwaarde? Hoe zit het met mijn relatieverbindingen enzovoort? En kan ik daar rustig over vertellen of niet? Voel ik daar de diepere lagen? En hoe gehecht ben ik eigenlijk aan mijn patronen? Weet je wat? Dat is zo lastig uit te leggen. Als je in de oude economie, de oude politiek, de oude patronen vastzit, zeg maar, die nieuwere energie of spirituele energie alleen maar vaag vinden en daar niks mee willen. Ja, hoe krijg je dat bij elkaar? Ik zit wel in die spirituele sfeer, hè? Toch vind ik hem ook lastig. En is het ook gewoon heel lastig. Zeker als ik jou... Jij zit als een soort uber... spirituele taal nu. Dat is gewoon heel moeilijk te begrijpen. Ja, dat is ook zo. Ja, maar waar gaat het dan over? Als we dan die mensen die dan ook naar deze film kijken... een beetje mee willen nemen, hè?
waar gaat het dan over? Ik zou daar zelf woorden aan geven als dat er veel dat we in plaats van angst en controle veel meer ons moeten richten op samen, op ruimte geven voor ieders potentieel. Ja. Dat het niet gaat over geld, dat het ook eigenlijk maar een afspraak is wat we met elkaar ooit hebben gemaakt. Maar dat het veel meer weer gaat over ruilen. Iets is voor iets anders, weet je. Maar, en dat het gaat over vertrouwen. Mm-hmm. Ja. Over netwerkers, netwerken maken en elkaar daarin opliften. Ik heb gisteren met Tanja benoemd als dat we met elkaar eigenlijk een soort orkest zijn. Mm-hmm. We hebben allemaal een instrument wat ons talent is of ons potentieel. En die moeten we wel allemaal gaan bespelen. Want als we dat niet doen, dan hebben we geen orkest. Nee, dat is duidelijk. Nee. Ja. 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 Maar voor mij begint dit hele verhaal met zelfonderzoek, zelfacceptatie. Dat je er mag zijn zoals je bent. Mm-hmm. Met alle de voor- en nadelen, met al je successen en falen enzovoort. Je mag er zijn wie je bent, want dat is je levensloop, je levensopdracht. En dat je daarin ontwikkelt. En als je dat aan jezelf toestaat, sta je het ook aan de ander toe. En dan leg je echt de ander niks op, maar ben je dus met heel veel andere orkestleden dienstbaar aan de partituur. Dienstbaar aan het muziekstuk. En dat kan voorgeschreven zijn, maar het kan ook improvisatie zijn. Maar je bent dus dan vanuit je hele zelf samen met al die andere hele zelven. En dan vorm je een netwerk, vorm je een orkest. Ja. Waarin dat zelfs al is het een uitgeschreven partituur, dan nog zie je dat elke uitvoering anders is. En dat mag ook. Nou, die kant moet het voor mij opgaan. Of zou ik het graag zien opgaan. Ja. Dat is voor mij evolutie. Ja, dat is voor jou evolutie. Ja, mooi. Het is, ik vind er meer vrijheid in zitten, ook in het woord. Ja. Nee, een voorbeeld in mijn leergang aan retorica, zeg maar, moet iedereen zelf een lezing houden over bijvoorbeeld Graceland van Paul Simon, die liedtekst, mm-hmm. of een andere lezing, of een ander onderwerp, dat maakt niet uit, maar ieder maakt zelf zijn of haar lezing. En dat doe je op grond van hoe je in je chakrasysteem zit, maar ook op grond van bewustzijn van hoe je zo'n tekst interpreteert. Mm-hmm. En hoe je daaruit betekenis ontvangt. En dat is voor mij een onderdeel van de hele zinweging, want daaraan geef je zelf weer betekenis. Dat is dan zingeving. Mm-hmm. Maar ieder doet dat op een eigen manier. En ik heb inmiddels al, ik geloof wel 200 lezingen over Graceland van Paul Simon. Ja. Omdat die ene liedtekst. En er is... Er zijn er niet twee gelijk. Nee. En al die lezingen zijn weer anders en zijn verschillend. En elke keer weer is het een feest om het aan te horen. Mm-hmm. En wat nog veel meer een feest is, is dat anderen die over dezelfde tekst een lezing houden, ook weer helemaal enthousiast worden over die andere lezingen. Ja. Zo van, ja, zoals ik het heb beschreven, is mijn beleving, maar dat kan ook anders. Yeah. En dan word je niet bestreden op jouw interpretatie, maar je wordt verrijkt door de interpretatie van anderen. Yeah. Ja, en dat is voor mij zinweging. Dat is een gedeelde ervaring van een groep mensen. Die allemaal hun eigen steentje bijdragen. Die allemaal op hun eigen manier ermee omgaan. En daar ontstaat iets wat je van tevoren gewoon nooit hebt kunnen bedenken. Er is geen groep gelijk. Ja. Dus geen lezing gelijk, maar ook geen groep gelijk. Dat ontwikkelt zich zoals het zich ontwikkelt. Ja. En dat is fantastisch. Ja, wat jij dus zegt, je krijgt één tekst. Die kun je gewoon op één manier proberen te lezen, maar dat lukt je in je eentje niet. Want je hebt er allemaal je eigen denkbeelden en je eigen betekenis die je eraan geeft. Mm-hmm.
waardoor als je daarover schrijft er allemaal andere verhalen komen. En dat als je dat op een samenleving zou plakken, dan zeg je daarmee ook voor mij, van goh, kijk eens naar wat er gebeurt. Maar ieder geeft daar zijn eigen betekenis aan. Ja. Dat betekent dat ieder een ander verhaal heeft bij wat er bijvoorbeeld nu gebeurt. En ze zijn allemaal even waardevol als je ernaar kijkt. Of ernaar luistert. Klopt dat of niet? Ja, ja. Mm-hmm. Ja, dat klopt echt. Mm-hmm. Zo ervaar ik het wel. Ja. Zinweging. Het was voor mij echt dat woord, dat is van jou. En toen jij dat tegen mij zei, zei ik, ja, daar gaat voor mij echt deze tijd over. Zinweging. Mm-hmm. Ja. Wat is de ja, zeg maar, omschrijving die jij ervan geeft? Je hebt net wel een beetje gedaan, maar kun je het ook los van dit zien? Of welke woorden komen daarbij? Zinweging gaat voor mij over betekenis ontvangen en betekenis geven. Ja, je ontvangt gewoon veel meer betekenis dan dat je ooit kunt geven. Of dat je zelf kunt organiseren. Ja, niemand wordt op de wereld gezet als een leeg blad. Daar is al heel veel op beschreven. Hè, door je gezin waarin je wordt geboren. Door je milieu, door je opleiding, door je cultuur waar je in wordt geboren. Ga ze maar door. Dus je krijgt daaruit heel veel betekenis. En dan is het aan jou om daar iets van betekenis aan te geven. En ja, hoe doe je dat dan? Nou, als je alleen al in de interpretatieleer kijkt, dan zijn er heel veel verschillende mogelijkheden. En ja, voor mij is dan ook sowieso in de retoriek, zeg maar, of ook in een gesprek of in het gebruik van taal in het algemeen, is daar sprake van een wisselwerking. En wat ik dan belangrijk vind, is dat je veel meer betekenis in je leven ontvangt dan je ooit zult kunnen geven. Maar de betekenis die je ontvangt, kun je op verschillende manieren interpreteren, kun je op verschillende manieren ontvangen. En dat vind ik een wezenlijke zaak in het hele gebruik van taal. Ja, dat daar een soort van weging plaatsvindt. En die weging vindt niet één keer plaats, maar dat is een voortdurend proces in je hele leven. Mm-hmm. Je bent constant zin aan het wegen. Mm-hmm. En wat ik dan altijd zo mooi vind, ook als ik een preek moest maken, zo van, oh, nou dan ontdek ik weer hele nieuwe dingen. Mm-hmm. En ja, daar word ik dan helemaal enthousiast van. En dat wil ik dan graag delen. Mm-hmm. Maar op een wel afgewogen manier. Mm-hmm. Dus ik maak een verhaal en weet dat dit ook een momentopname is. Mm-hmm. Maar kun je dan wegen vergelijken met een weegschaal? Ja, maar dat is weer te rationeel. Dat zijn cijfertjes. Dat zijn gewichten, dat is driedimensionaal. En, voelen welke betekenis je eraan geeft. En dan kijkend naar jouw waarden. Ja, nou weet je, die weegschaal is wel belangrijk. Ja. En de cijfers zijn ook belangrijk. En gewoon theorieën over systemen, die zijn belangrijk om het eerst rationeel te snappen, zeg maar. Mm-hmm. Maar dan komen daar waarden bij, die ook in de weging meewegen. Ja, ja, maar dan hebben we dus toch wel die weegschaal. Als ik daarnaar kijk, weet je wat ik gewoon zie nu, is dat, ja. dat we in een soort waardencrisis zijn ook. Mm-hmm. En dat we nu proberen te wegen, dus zeg van, wat is dan belangrijk? Hè? Nou, nu is dan de gezondheid belangrijk, dus die zetten we op de weegschaal en die slaat dan helemaal naar beneden. Het leven staat mm-hmm. misschien wel aan de bovenkant, dus die is nu, ja, we zeggen wel, dat is wel belangrijk, maar dat andere, ja, hoe weeg je dat nu, weet je? En mm-hmm.
Dat vind ik een hele lastige. Want voor iedereen, zeker wat jij dan ook zegt, zal alles anders gewogen worden. Elke betekenis krijgt een andere weging mee. Als wij het op een weeg, echt letterlijk op een weegschaal zouden zetten, dan krijgt jouw de weging die jij eraan geeft, zal ook een andere zijn dan die van mij. Ja. Zo hebben we dus allemaal hebben onze eigen wegingen van waardes. Ja. 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 Nou, waarom zou de een beter zijn dan de ander? Ja, daarom. Dus ik denk ook niet, wat ik zie is dat het uit moet slaan nu. Terwijl ik volgens mij het veel meer gaat over dat je, misschien zeg je daarom wel van, ja, die weegschaal, dat is dan zo te rationeel. Maar dat we ergens op zo'n middenveld terechtkomen, waarbij alles, waarbij iedere weging even belangrijk is. Ja. Ja, maar misschien zeggen dan de economen van, ja, daar kunnen we helemaal niks mee. Nou, dat is ook zo. En de politici ook niet. Hè? En de politici ook niet. En de religieuze leiders ook niet. En ja, dan zeg ik van, nou ja, als er nieuwe waarden bijkomen, goed. Jij en ik hebben toch het recht om dat mee te wegen. Waarom niet? Ja, en dat ook op die weegschaal te doen. En dat vind ik juist het mooie, omdat je dan door elkaar verrijkt wordt. Omdat jij andere wegingen maakt dan ik. En ja, omdat er andere waarden zouden voortkomen. En ja, daarvoor openstaan. En daardoor weer verder te ontwikkelen samen. En ja, iets moois te creëren, iets moois neer te zetten in de wereld. Ja, ik vind dat heel belangrijk. En daar gaat het voor mij in deze tijd om. Vallen we terug in angst en op machtspatronen, machtssystemen? Ja, maar dit vraagt ook een hele andere manier van besturen. Ja, dat is ook zo. Maar ja, voor mij gaat niet religie, maar gaat geloven daar ook over. En ja. Weet je, ik heb vaak het idee dat, dat geldt met name voor christelijk geloof, dat heel vaak in machtsstructuren is gebruikt en misbruikt. En kijken wat voor godsdienstoorlogen daar weer uit voort zijn gekomen, de kruistochten, en ga zo maar door. En in feite is het hele christendom in Europa geïntroduceerd door een geschrift, dat heet de Heliant. En de Heliant is een samenvatting van de vier evangeliën. Het is één verhaal waarin Jezus de held wordt. De held die de dood heeft overwonnen. En dat was de enige manier om het christendom hier in Europa in gang te laten krijgen. Omdat hij sterker was dan Wodan. Dus dan krijg je weer die machtsstructuur, die strijd van wie is de sterkste. Terwijl, zie je dat beeldje daar achter me op de muur? Mm-hmm. Het is een crucifix zonder kruis. Mm-hmm. En, heb je die eraf gehad of was die zo? Nou, ik heb dat beeld eens een keer gekregen van iemand. Zo van, nou ja, weet je, net als die witte beelden van de pastorietuin, want het heeft iets met geloof te maken, dan moet men naar de pastorie of naar de dominee. En wij er vanaf. Ik kreeg dat beeldje zo aangereikt, zo zonder kruis. En toen wij hier zijn gaan wonen, heb ik hem op de muur gezet. Ik heb keilbout in de muur gezet van M8. En achter in dat beeldje zit een gat met een schroefdraad van M8. En toen die keilbout erin zat, heb ik Jezus een paar keer rondgedraaid, zeg maar. En nou hangt hij. Hij zit. Hij hangt. Nee, hij hangt. Hij hangt gewoon aan die ene keilbout in het luchtledige, zeg maar. Ja. Ik heb dat een keer gezien in Berlijn. Ja. Berlijn heb je de Gedächtniskirche. En de Gedächtniskirche, dat staat in het centrum bij ons in Linden en zo. En dat is een nieuwe kerk gebouwd op de ruïne van de oude kerk. Daarom heet het ook Gedächtniskirche. En die oude kerk is in de oorlog totaal verwoest.
Er staat nog iets van een ruïne van een toren naast me. Er is een heel moderne kerk naast gezet. Of op die ruïne is gezet. En in die ruimte is een hele grote blauwe wand. En daarop een Jezusbeeld. Zonder kruis. Zo van dat kruis in die dood en die ellende, die vernietiging, hoeven wij hier niet uit te beelden. Want dat is hier gewoon. En Jezus zit daar middenin, op die grote blauwe wand. En niet leidend, maar zegenend. Hij is in de ellende zegenend. En ja, dan heb je het over een soort machteloze kracht die ook werkt. Hetzelfde soort afbeelding heb ik gezien in Hiroshima, in Japan, waar de atoombom is gevallen. En daar is ook dat was een katholieke kerk, ook een crucifix zonder kruis. Maar daar was een enorme grote muurschildering met een hele felle lichtflits, de atoombom. En Jezus hing daar op precies dezelfde manier, midden in die lichtflits. Hij is op de een of andere manier aanwezig, hoe dan ook, maar zegenend. En niet controlerend, niet macht uitoefenen of wat dan ook. Kijk, en dan krijg je een totaal nieuwe invulling van het christelijk geloof. En niet alleen van het christelijk geloof, maar ook van het boeddhisme en ook van de islam en ook van al die wereldgodsdiensten. Nou ja, daar ga ik voor. Daar ga ik voor. Dat is echt evolutie. Ja. Als het in die richting mag evolueren. Oh, man. Dan zeg ik prijs de Heer. Ja. Mooi, hè? Ja. Niet op een evangelicale manier, maar ja, toch wel diep doorleefd en doorvoeld. Ja. Toen ik jou uitnodigde voor deze serie, we hebben nog wel iets qua tijd, zei je ook van, dan komen we ook in de buurt van Boeber. Hè, dat boek van Boeber. Ja. Kun je daar nog iets over zeggen? Ah, Boeber. Ja, Boeber. Ik heb echt de eerste hoofdstukken gelezen, maar ik moet er echt 3 keer overheen. Maar het is wel een tof, heel erg mooi boek. Elke woord is gewoon mooi. Ja. Ich und du. Ich und du. Hele verdichte taal. En eigenlijk vertegenwoordigt elke zin een aantal boeken of zo. Het is zo verdicht. Ja, daar zou je zo elk jaar. En daar komt het bij mij heel dicht bij dichtkunst, toch? Boeken. Mm-hmm. Dat boekje Ich und du. Maar ja. Het ish maakt deel uit van twee werelden. Van de doelwereld en van de eswereld. En dat sluit hier totaal bij aan. Want de eswereld is de wereld van de organisatie. De wereld van de controle. Is de wereld van de systemen. En hoe alles reilt en zeilt. En ja, daar kunnen we helemaal niet zonder. Ja, want dat is ons leven. Daar leven wij in. Dus, maar het is wel de wereld die losstaat van de liefde, de verbinding, de het geloven en ga ze maar door. Dat zit veel meer in de doelwereld. In de relatie, wat je samen beleeft, ontdekt, dat kun je niet vasthouden. In de S-wereld kun je proberen vast te houden, op dezelfde manier te organiseren. Die systemen die hebben onderhoud nodig, maar blijven. Het enige wat je kunt doen is een beetje olie geven. En dan, dan blijven ze wel doordraaien. Terwijl bij de doelwereld is toch een ander verhaal. Dat kun je niet vasthouden. En Boeren zegt, zonder S-wereld kunnen wij mensen niet leven. Maar als we alleen maar in de S-wereld leven, dan verliezen we al onze menselijkheid. Mm-hmm. En die doelrealiteit, het samen, wat jij dan netwerk noemt, zeg maar, het samen creëren aan iets moois, dat zit in de doelrealiteit, dat zit in de doelwereld. En het is, maakt dus deel uit van beide.
En dat is tegelijkertijd de grootste opdracht en de grootste uitdaging die aan ons mensen wordt gesteld. Om die twee bij elkaar te houden. Op een liefdevolle manier. Ja. De vraag is van, ja, hoe gaat dat die balans tussen S en doel er in de komende decennia uitzien? Mm-hmm. Ik heb wel goede hoop, eigenlijk. Ja, hey, dankjewel voor dit gesprek. Ja. Nou, fijn. Ja, het was weer goed. Ja, het was weer goed.